Ja hoor, ik heb de tree farm voor het eerst officieel gebruikt. Helemaal weggehakken en nou weer terugplaatsen, natuurlijk. Want ja, dat is wel belangrijk. Hoeveel saplings hebben we eruit? 23 tot nu toe. Maar we zijn nog niet klaar. Dus als jullie even een duimpje mogen doen om mij te helpen, super bedankt ervoor. En abonneer als je dat niet hebt gedaan. Hè. It's free, it's very free. En dan kun je deze serie volgen als je er zin in hebt. En kijk nou eens, wat een prachtige tree farm is dit. Hè. Dit wordt er helemaal vrolijk van. Ik heb nu 60 chests gemaakt. Dat betekent dat we de storage room een klein beetje in gebruik kunnen nemen. Een klein beetje kunnen ordenen. Een plekje voor de steen. Een plekje voor hout. Ga zo maar door, weet je wel. Dat is wel belangrijk. Ik denk dat ik gewoon niet alle hout ga sorteren. Ik doe gewoon alle houtsoorten bij elkaar. Mocht het dan later een keer uit de hand lopen. Dan kunnen we bij de tree farm hier gewoon een houtfarm maken. En dan zetten we hier gewoon alle hout neer, weet je wel. Ik wil gewoon alles snel, toegankelijk, fast in the furious maken. Dat we gewoon overal heel snel bij kunnen. Maar dit is goed. We hebben dus nu voor dit voor het eerst gedaan. En dit ga ik nu allemaal terugplanten. Hé, hey, jij moet daar niet. En die gaan we allemaal zo hier neerzetten. Fantastisch, jongen. Och, kijk eens. Hoppa. En die kan dan weer gaan groeien. En we hebben dus drie saplings over. Dus het werkt. We hebben een paar saplings over. Het had voor mij meer gemogen. Meer saplings overhouden. Maar hey, geef niet. Maakt niet erg. Maakt niet erg, weet je Ik ben, ik ben de moeilijkste niet vandaag. Dat komt helemaal goed. Want we gaan chesten plaatsen. Um, ik wil even de mine induiken. Kijken of we wat steen kunnen verzamelen. En... Misschien dat we even de neder in moeten. Of een kwarts of iets. Weet je wel. Ik weet het niet. Ik zeg maar gewoon wat. Weet je wel. Ik, 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 ik heb maar een idee wat in mijn hoofd hier opkomt. Ja, misschien een beetje een design gaan maken. Kijk, ik heb hier al de gang iets dieper gemaakt. Weet je wel. Misschien kunnen we deze nedergang wel wat beter maken. Want dit is eigenlijk best wel een dramatische gang. Op dit moment. Als je hier loopt, dan word ik er niet heel vrolijk van. Aangezien we daar die poorts hebben, moeten we eigenlijk een gang hier maken. Dus er moet gewoon even een brede gang komen. Waar we gewoon makkelijk heen en weer kunnen lopen. En veilig. Gewoon op slabs of zo. Dat we niet die ellende hebben. En bang moeten zijn: van. oh nee, we gaan er allemaal aan. Dit is het einde van de wereld. En we kunnen misschien hier en daar nog wat kwarts hakken. Alleen ik weet, de kwarts hakken hier gewoon niet het beste plekje is. Dus. En. Uh. Ja, ik weet niet wat we verder gaan doen, joh. Wat maakt het wel mee? Ik bedoel: hé, hey, dit is de Minecraft Let's Play. We play it chill. Gewoon relaxed. No stress, beefless zeg ik altijd maar. En dit loopt al een stuk fijner. Als ik mijn hoofd nou gewoon niet heet, stoot die tegen die balk. Zou dat al heel fijn zijn. En dan kunnen we die steun hier weer voor gebruiken. Om de burden te brengen. Zodat we niet hier in die gasten allemaal lopen. Of in, in die zooi. En ik wil ook niet het gat invallen. Er ja, kunnen we nu wel monsters spannen. Hoe meer plekken we hebben waar ze kunnen spannen, hoe meer kans hebben dat we straks doodgaan door een of andere bad guy die hier spant. En die gewoon zegt: Chromo, you're mine. Ah, maar dat moeten we niet hebben. Nee, ik moet gewoon uh, overleven. Dat is belangrijk. heb je hier nog een chest met allemaal rommel, met dirt en zo. Coppelstone uh, en weet ik voor wat allemaal. Uh, ik, 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 dit hout wil ik wel gebruiken. Deze Golden hoe kan ik wel in een kistje stoppen. Kan ik al slapen? Want het lijkt echt op alsof ik heel moe ben. Ja, zie. Hé, hey, daar hebben we nog een. Kipje, de eend is er ook weer. Goedemiddag, Kip. Leuk dat je er weer bent. Nou, de vorige aflevering weten jullie allemaal wel. Dat was gisteren. Als je dat hebt gezien, check hem even. Hebben we hier een design gemaakt over wat we allemaal gaan maken met chesten en al die onzin. Dus ik dacht van, nou, laat ik dan op zijn minst even wat chesten maken. Zodat we hier nu gewoon een beetje de storage kunnen beginnen. En gewoon kijken van waar zetten we alles neer. En kijken of dit voldoende is. Hebben we hier voldoende aan? En hetzelfde geldt, zeg ik van, nou, het is eigenlijk best wel een heel klein uh, chest zo. Ik heb niet genoeg plek hier hoor. Dit is echt te weinig. Maar ik denk als ik hier zo nu loop. Ja dan komen we er wel. Ik denk dat dit wel een goede ruimte is. We kunnen hier best wel iets kwijt. En voor sommige mensen is dit heel groot. En voor sommige diehard hard Minecrafters onder jullie. Denken jullie van wauw ja. Ja dit is voor een beginners. Ja dit, dit is net te doen. Hey schapen hoe is het jongen? Hoe is het? Ja leuk dat je er even bij komt staan. Als je me niet maar gaat irriteren. Want ik moet hier zo meteen bouwen. Oké. Okay? Dat is altijd met die schapen. Dat zijn net stel van die frikandellen. Die dan denken: Oh, ga ik nu even in de weg staan? Ga langs naar de kant, man. Ga ik bal. Uh, ja, oké. Okay. Top. Ja, dit is wel goed. Uh, ik heb altijd in het begin altijd stonen en dat soort dingen. Ik weet niet aan welke kant we het meeste gaan lopen. Maar ik ga dit keer dit design iets anders maken. Weet je, wat, zoals diamonds, ore en dat soort dingen. Ik wil het misschien juist gewoon een keer in het midden hebben. En dat we hout aan de zijkant hebben. Want dan kunnen we sticks maken en dan steen. Iets aan de andere kant. Ik weet niet precies hoe we dat gaan doen. En ik zit nu te denken nu we dit aan het bouwen zijn. We zijn wel heel leuke chessroom aan het maken. Maar we moeten ook smelten. Ja, we moeten ook smelten, jongens. Dus, ehm. Um, eh, uh, 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 uh. Ja, daar heb ik even niet over nagedacht. Maar we hebben in principe nog ruimte, wat ik al zei. Hiernaast bijvoorbeeld. Dus we kunnen wel een trappetje maken. Dat we bijvoorbeeld een, een, een supersmelter maken. Automatische smelter maken of zo. Maar nou, dat wil je niet te ver weg hebben. Dus daar moet je wel even makkelijk naartoe kunnen gaan. Dus ik hoop dat ik een plek vind waar we er makkelijk naartoe kunnen gaan. Anders kunnen we altijd nog zeggen: in het midden halen we een chest weg. En daar plaatsen we even simpel wat ovens neer. Zodat we daarvoor nu heel simpel aan de gang kunnen gaan. Is dit een middelpunt? Dit is maar gewoon een gokmiddelpunt. Gok ik, ik plaats het gewoon hier. Ja, oké. Okay. Dus als we dan een crafting table maken. Zo, Aito-buurman. Die plaats ik dan nu tijdelijk even hier. Omdat hij anders gewoon in de weg staat. En dan doen we een paar ovens maken zo. Ja, dan maken we ook drie hoog. En vier is die zelfs hoog, hè? Dan maken we ook gewoon vier hoog. Dus dan doen we gewoon hier, up, 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 tegen mijn lijf, tegen mijn lijf. Ja, 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 perfect. Kunnen we hier al even wat kool in doen? Kunnen we heel snel even wat smelten voor nu, weet je wel? Dat we later niet in de probleempjes komen. En dan maken we ergens in de toekomst een mooie plek waar we alles over zullen staan. Ja. Ja, dat, dat zie ik helemaal goed voor me. Oké. Okay. Nou, voor nu ga ik gewoon hier deze loks hierin leggen. En deze steen verbranden. Dat is leuk. Want, wat we ook nog moeten doen. Ja, we hebben echt zoveel dingen. Ik zou één project doen. En nu gaat alles toch stiekem een klein beetje door elkaar. Maar dat, je ontkomt er niet aan. Want je wil je stories hebben. Maar uiteindelijk wil je ook al je andere dingen hebben. Weet je, die village die we hier hebben. Daar moeten we wel even een plek voor maken. En we moeten ze brieten. Ja. Wil ik dat hier doen of wil ik dat daar doen? Dat is een beetje de vraag. Ik heb er natuurlijk hier nu twee lopen. En we kunnen daar een aardappelfarm van maken. Dat we gewoon unlimited aardappels hebben. En die kunnen we dan meteen door de oven heen brengen. Kunnen we gewoon op bamboe laten draaien. En dan hebben we unlimited food. Maar ik weet ook dat in de toekomst gaan we in de, de neder natuurlijk een farm maken. En dan hebben we vlees. En dan gaat het veel beter. Sterker nog, die kunnen we op een eiland uit laten komen hier ergens. Uh, ik weet niet waar, maar dat zou best kunnen. En dan maken we een boorplatform of zo in het water. En dan vallen die monsters daar gewoon de hele tijd neer. Dan hebben we gewoon een dikke, vette farm, jongen. Dus plans enough. Maar we moeten het nu ook gewoon een keer doorpakken: in plaats van alleen met design, Kromo. Want anders komt het niet goed. Dat is te veel door elkaar. Uh, deze hoogte leg ik hier neer. Ik weet niet waarom. Maar het leek me gewoon een mooi plek om mijn hoe neer te leggen. En dirt heb ik ook nog bij me. Dus dat zou ik ook nog ergens kunnen planten. Even kijken wat is slim, wat is wijsheid. Laat me heel even nadenken. Ja, 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 ja. Hier een poort, hier komen we in de gang, hier komen, hier komt een poort, hier komt een poort, denk ik, misschien twee, dat hier dit wat meer open is. Moeten we even kijken. Maar hier hebben we dus wel wat ruimte, maar niet genoeg ruimte. En wat we nu gewoon gaan doen, we gaan gewoon een village breeden maken, even heel simpel, ergens hier. Weet je wel, we hebben hier een locatie waar dat gewoon kan. En why not? You know, why not? Maak gewoon even snel een simpele village breeder hier. En wat we dan moeten doen is gewoon een veld maken. En die maak ik gewoon even wat omhoog. En dan maken we een middelpunt. En daar gooien ze dan dingen in. En dat is op zich, het is vrij simpel. Dus laten we dat gewoon even doen. En we doen het gewoon op deze hoogte. Dan is dit ons middelpunt. En daar gaan ze straks alles indroppen. En dan kunnen we villetjes pakken en die rijden we dan ergens naar een hokje daar. Kunnen we dan meteen op de, op de juiste plek zetten. Wat we doen is gewoon 1, 2, 3, 4. En een village breeder voor de mensen die niet weten wat het is. Dit is een plekje waar de villetjes bij elkaar komen. Lekker aan het tuinieren zijn. En dan gaan ze even kussen. Zijn ze hartstikke blij. Bam, komt er een kleine villetje bij. Dus dan krijgen we dus meer villetjes op dit eiland. Zonder dat we ze hoeven op te halen met de boot. Dus dat is gewoon makkelijk voor in de toekomst. Dat is zeer makkelijk in de toekomst. En het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk gewoon een aardappelveld maken en daarnaast bedden te plaatsen. En het is gewoon niet zo mooi. Dus dit is een tijdelijk ding die we hier neerzetten. We, pakken gewoon even, we gaan even uittellen van hoeveel villages hebben we nodig En dan maken we het en een slooppunt weer weer. Ja, dit is op zich helemaal geen gek idee. Alhoewel kunnen we hem ook zo maken dat we hem later weer herbruiken. En ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar we hebben hier een mooi terrein om het te kunnen doen. En wie weet, laten we hem hier wel staan. Dan moeten we gewoon hier omheen bouwen. Dat is eigenlijk best wel een grappig idee. Ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar dan moeten we hem wel mooi maken. Ja. Ik twijfel alweer met mezelf. Als ik hier beter ben. Ja. Omdat ik toch twijfel. Ga ik hem hier maken. Dus we maken hier nu een nieuwe. Dus dit is het middelpunt. En dan gaan we hier 1, 2, 3, 4 naar buiten. En dan gaan we eigenlijk gewoon helemaal. Rond. Zo. Ja. Ga ik hem hier maken. Dit, dit is een beter idee. Waarom? Omdat hij dan wat meer in de hoek zit. En dan kunnen we hier gewoon dit gebouw mooi bouwen. Dan gaan we er omheen maken, komen we gewoon een mooie hoge muur mee. En dan zit hier een beetje de village en we kunnen daar ook nog in bouwen. Ik denk dat daar een hele vette vuurtoren of zo in de toekomst komt, want dit is eigenlijk ook nog helemaal ons eiland. Dat wordt gaaf, maar ik denk ja, dit, dit is dit is wat dit is how the cookie crumbles. Alleen dit wordt even taai, want ik moet even die bomen weghakken. All dit is onze potato farm en this is how the cookie crumbles. Dit is perfect. Dit is precies wat we willen en dan moet ik even zorgen dat hier water onder zit zodat het een beetje bevrucht kan worden. En dan zetten we die twee villetjes erop. Dus moeten we even een baantje maken. Hoe ze hier kunnen komen. Hai, jai, jai. En dan moeten we ze aan het werk zetten. Want dan moeten ze gaan met die bananen. Dan moeten we een paar bedden neerzetten. En dan ga ik jullie zo meteen uitleggen hoe we dat gaan doen. En dan is het eigenlijk ma het is best makkelijk om te maken. We moeten er even een twee-hoge muur omheen bouwen. Zodat de gasten niet kunnen ontsnappen natuurlijk. Dus dat is even een belangrijk dingetje. En één plek waar de villetje aan de ene kant eruit kan. Ik doe dat aan die kant. Ik denk dat dat het beste is. Ik moet heel even kijken waar de ruimte dan zit bij mij. Uh, ja, het zou ook aan deze kant kunnen, zie ik. Ja, 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 ja. oké. Okay. Hmm. Ik, ik twijfel nog even. Ik denk gewoon dat ik het aan deze kant ga doen. Hier zo. Dat ik gewoon precies. Je pakt het middelpunt zo. En dan zeg je: dit wordt de opening waar straks de kleine mannetjes namelijk naartoe willen gaan. We maken hier bedden. Als deze hier kleintjes hebben gemaakt, dan maken we hier een bed en dan wil hij hier naartoe gaan. Maar de grote jongens kunnen er niet naartoe, maar de kleine wel. En die valt dan in een waterstroompje en die wordt dan opgeslagen op een nieuwe plek... ...waarbij onze villages door kunnen voeren naar ons systeem waar we kunnen traden met de villagers. Ja, best makkelijk hè? Jullie denken nu van, nou dat klinkt eigenlijk hartstikke makkelijk joh, wat die man met de knoopje aan het bouwen is joh. Ja, ah, dat, dat is het ook. Het is, het is super simpel joh. Man, 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 kijk nou eens. Het enige wat je hoeft te maken is dit. En je kunt het natuurlijk nog leuke aankleden. Wij gaan hier een ding omheen bouwen, zodat we hem straks niet meer zien. En dat het gewoon een beetje mooi weggewerkt is. Want ik vind het allemaal een lelijk ding. Hier in het midden heb ik nu hout zitten. Zo. Uh, en dan een water erbovenop, zodat ik weet dat ik het niet weg moet graven zeg maar, in de toekomst. Dan plaatsen we dit hier. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar volgens de tutorials moet je hier trapdoors omheen doen. Zodat ze hier niet naartoe kunnen gaan. Ze mogen blijkbaar niet naar het middelpunt gaan. Ah, nee, maar ik denk het al. Want ze willen het hier in een kompost te gooien. Want hier komt de compost te staan. Daar willen ze het dan ingooien. Ja, ja, ja. Smart thinking. Ik leer zelf ook nog ondertussen. hè, Omdat het alweer zo lang geleden is dat ik dit heb gemaakt. Hé, hey, dit is grappig. Kip ideeën dat ik klaar. Hoe krijgen ze het weer voor elkaar? Zonder dat ik het doorheb. Nee, geen slaps maken. Gatsiedarry, komen we nou binnen aan het doen? Gakbal. Dan hebben we nog bedden nodig. En vier stuks, dacht ik zo. Dus we gaan eens even kijken of we er kunnen maken. Dat is twee. Dat is drie. En dat is vier. Kijk eens aan: twee grijze bedden. Ik heb een beetje afwisseling voor de villagers, weet je wel. Oh, ik wil dit keer in het grijze bedje liggen. Nou, vooruit hoor, dat mag. Nou, ik wil een keer niet in het grijze bedje liggen. Weet je, dan kunnen ze een klein beetje afwisselen met elkaar. Dat is wel zo gezellig, weet je wel. Dat, dat gun ik ze ook gewoon. We kunnen er meteen zelf in gaan liggen, want... Uh, mm, het is een beetje kak weer. Het is darkie, darkie. Oké, okay, wat we gaan doen, ik? ik maak hier even een plateauotje waar we die bedden neer kunnen zetten. Want hier gaan we de bedden opzetten. Dus hier doen we een witte, hier doen we een witte. En dan pakken we de twee grijze, die doen we daar. En daar. Want nou kunnen ze in theorie... Als ze daar zitten en het wordt nu donker, dan willen zij gaan slapen. Ik plaats dit, dit is open straks trouwens. En wat hun gaan doen is: ze willen hier naartoe lopen, dan vallen ze in het gat. En dan vallen ze naar beneden. Dat is, uh, het is trouwens niet open straks. Want deze oude guys mogen er niet uitvallen. Maar de kleintjes wel. Die willen dan naar de bed toe gaan en die vallen hier dan naar beneden. En dan gaan ze weg. Op mennen stromen ergens naartoe. Ze moeten hier een buis van maken. En dan voeren we ze zo netjes af. Eigenlijk is het dus heel simpel als je het zo ziet, toch? Ja. Ik zal wel tegen problemen aanlopen dat iets niet klopt. Dat. Uh is Story of My Life. Dus dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. Maar dit is een klein beetje het concept wat we dus nu hebben. En ik moet nog even een trap ernaartoe naartoe maken. Want ik kan nu niet echt lekker makkelijk naar boven klimmen. Dus ik doe even zo. Op, en dan kan ik hier zo heen klimmen. En dan daarheen lopen. Ja. Ach. Wat maak ik het allemaal weer ingewikkeld voor mezelf. En dan kan ik hier ook zo opklimmen. Ja. Perfect. Dus nu moet ik een karretjesbaan gaan maken. Hoor, dat die naar boven gaan kunnen, kunnen, kunnen komen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Ik wil gewoon dat ze in één keer omhoog gaan met redstone straks. En hier naartoe komen en dan daar naartoe vallen. Dus dat doen we door middel van hier. Maak ik gewoon heel simpel een baan. Die ga ik gewoon zo in de lucht maken. Hak ik straks weer weg. Super simpel. En dan zo meteen in één keer een trap omhoog. En dan kunnen we die gasten dus die in die boot zitten op het trein zetten. Jeep hier naar boven. Eigenlijk is best simpel, toch? Ja, en dan komen ze heel netjes hier zo tussendoor naar binnen vallen. En dan hakken we dit weer plat. Hier doen we bovenop een dak maken in de toekomst. Van glas of weet ik veel wat, maakt niet echt uit. Kun je zelf weten wat je doet. En we moeten even die pijpleiding waar ze naar beneden vallen, dus hier. Even mooi maken. Kijk, kan ik hier zelf. Ja, kijk. Ik kan hier bijvoorbeeld zelf naar beneden vallen. Uh, ik weet niet precies hoe ver we ze moeten maken, uh, maakt niet heel veel uit. We kunnen hier volgens mij gewoon een watervalletje doen. En dan stromen ze weg. En het heeft niet echt een. Ja, het is niet echt belangrijk hoe ver weg dat dan is. Dus laten we zeggen dat we gewoon. Hier zo. Dit zo doen, denk ik. Het zijn kleintjes. Dus die kunnen zo hier naar beneden. En dan komen ze hier ergens aan. Ik maak het gewoon van uh, hout. En dan zien we het wel, ja. Kunnen we het altijd nog weer een beetje aankleden. Hout is altijd gewoon prima om naartoe te kijken. Dat je denkt van oké. Okay, ik moet het niet slopen, want er zal wel eens redstone of belangrijks kunnen zijn. We kunnen ook nog glazen buis maken in de toekomst. Dus dat zien we wel. En dan sparen we die kerels gewoon allemaal op in een ruimte. Hmm. Ik weet niet of het heel veel uitmaakt hoe of wat. Dat moet ik heel eventjes nog gaan bekijken. Maar ik dacht dat het niet heel veel uitmaakt. We maken gewoon een kleintje. En die stromen weg. Alleen dan moeten we even een plek maken. Dat we er weer een minecart tussendoor kunnen laten knallen. Om ze weer makkelijk op te kunnen pakken. Dus dat moeten we nog wel even maken. Ah, en nog een belangrijk dingetje, volgens mij. Als die gasten dus hierheen komen, zijn ze klein. Maar je wil ze, als ze groot zijn, ergens anders naartoe hebben. Dus ze moeten als klein mannetje hier aankomen drijven, zo. La, 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 la. En dan vallen ze hierin, als het ware. En dan kunnen ze hier niet meer terug, want dat stroomt. Dat wil je niet. Dus dat zeggen van, dat wordt dan zo diep. Oké. Okay. En dan doen we die, die en... Niet naar beneden vallen. Nee, perfect. Dus dan vallen ze hierin. En dan kunnen ze niks meer. Hmm. Ik zelfs te twijfelen. Misschien moeten we dan nog een heel klein stroompje hebben dat ze hier naartoe gaan. En als ze dan groot worden dat ze omhoog gespoeld worden. Snappen jullie wat ik bedoel? Ik hoop het in ieder geval dat jullie het snappen. Dus eigenlijk komen ze dus hierheen. Als kleine mannetjes. En dan geven we gewoon nog een beetje een zetje water hier zo naartoe. thee, heel mooi. En dan worden ze allemaal eigenlijk hierheen gedrukt als het ware. Ja? Maar zodra ze dan groot zijn, moeten ze hier weggaan. Want we willen alleen de grote guys natuurlijk op transport zetten. Dat klinkt heel fout, dit. Dus we willen die grote gasten in ieder geval gewoon weg hebben, oké? Okay? Die, 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 die moeten dan door naar de volgende ronde. Ja, laten we het positief klinken. Die gaan door naar de volgende ronde. Jee, jullie zijn door. Van harte gefeliciteerd, Villagers. Welkom bij Expeditie Villager. Nou die gasten staan dus hier zo. En die staan dan een beetje te springen zo. Uh, misschien als we een bordje plaatsen daartussen. Hier. Nee, niet daar. Jongens, wat is dit nou? Hier, kijk. Staan ze dus hier? Kunnen ze niet springen door het water? En dan wil ik hierboven een bordje plaatsen en hier een bordje plaatsen. Want wat ik dan wil is. Een opblaaskrokodil. krokodil. Oh, nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil hier water niet doen. Kijk, als ze dan een villetje groot zijn, dan gaan ze omhoog. En het kan zijn dat ik dat bordje daar onderweg moet halen, dat ze wel moeten springen. Maar dit is een optie. En dan moeten we dus het water zo laten stromen dat hier weer wat zit. Dat ze hierheen gaan. Oké, okay, dus ik zou hier nog een bord kunnen plaatsen. En dat ze dan hier vandaan wegspoelen weer naar deze locatie. En dan maken we een nieuwe locatie waar we ze naar beneden vallen. Maar dat gaat wel goed. Als ze hier zit te springen, dan duwt ze me ze vanzelf misschien wel naar beneden. Dat dus hoef ik me niet zo druk om te maken. Maar dat is het dus. Ik denk dat dat het is. Ik weet het niet zeker. Het kan nog anders zijn. Maar ik doe het een klein beetje uit mijn hoofd. En dat is poep, want ja. Maar ja, uit je hoofd dingen doen, dan leer je het meeste van, zeg ik altijd maar zo. Okay? Dus uh, we maken het gewoon en we zien wel wat er gebeurt. Als de villagers hier naartoe komen, ben ik blij. Komen de villagers hier niet naartoe, dan gooi ik een ei. Als dat een kuik is, dan ben ik blij. Volgende ding is dat we een trein uh, moeten sturen naar het programmaplekje. Uh, ik weet niet eens meer waar, hoe we het noemden, maar we noemen het een bepaalde naam. En dan moeten we dus redstone rails hier omhoog gooien. Je kunt ook een trein op kool laten lopen. Als je een oven in een minecart doen. Maar ik ben uh, gangster, weet je. Ik, uh, ik heb dat niet nodig. Ik uh, doe dat gewoon met redstone. Ik heb die gold, hè. Ik ben een rijke knoepet. Een rijke knoepet. Even kijken. Kan ik hier die toorts plaatsen? Nee, eentje lager. Zo, dat is dan allemaal powered. Even koekeloeren of die gozer hier zit. Zo, die zit wel stevig. Uh, jullie zitten wel stevig daar. Dat is er wat zeker is. Oké, okay, ze zitten er allebei. En nou komt echt een probleem. Want nou moet ik dus die gasten... Ah, oh, man, 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 dat is echt waardeloos. Um, hier dus vandaan Na naar boven zien te krijgen. Oké, okay, dus ik moet even een idee bedenken van hoe gaat dat nou makkelijk. Hè? Hoe kan ik... Oh shit, ik sla hem ook nog. Sorry, Fred. Of weet ik hoe je heet. Ik noem me altijd gewoon... Als ik iemand voor zijn bek sla, noem ik hem Fred. Zeggen oh, sorry, Fred. Oké, okay, hier zit hij dus. Ik wil eigenlijk dat ze dus zometeen hier zo opklimmen. Als die boot weg is, dan kan dat ook. Oh. Oké, okay, uh. nee. nou doen we eerst die. Geeft niet. Dan kunnen we daarna een focus leggen op die. Dus dan uh, deze gaat er verdicht. Kan niet, omdat hij gewoon een te dikke kop heeft. Nou, deze kerel, die gaan we als eerste uitslaan. Die wil hier naar boven lopen. Die denkt: Nou, nou, dit is leuk. Hier wil ik heen. Ik weet niet of ze hier in dood gaan. twee hoog. Dat is dus het hele probleem. Want ik heb altijd het gevoel dat die gasten echt een mega voorhoofd hebben. Daar kun je gewoon niks tegen beginnen. Zo'n groot voorhoofd hebben die kerels. En het enige wat deze kerel kan doen en mag doen, is in deze minecart lopen. Dus als die hier is kan, hij loopt hier in. Ik heb het gevoel dat hij dan naar boven rijdt al. Dat de karretje zelf wegduwt. Dus ik zet hem gewoon hier neer. En hij kan dus alleen hierin. Oké, okay, dat is gewoon hoe we het gaan proberen. Lukt dat niet? Dan zijn we de Sjaak, dan uh, moeten we een bed gaan fixen voor hem en weet ik het allemaal. En dan hebben we echt een bak ellende. Maar ik heb vertrouwen in mezelf, oké, okay? dat ik dit kan. Ik heb jarenlange ervaring en intensief speurwerk erin gedaan. Dus eh, dat komt wel goed. Nou, nu slaap ik hem op, opschieten, op want nu hebben we haast. Nee, niet hierin van. Ach, man, 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 man. Nou, kijk, ik kan er zelf weer uitspringen, dus ik weet dat hij werkt. Uh, we hebben ook nog een hoe hier liggen. Ja, die heb ik ook zo meteen nog nodig. Voor die aardappelen natuurlijk. Dus uh, we hebben nog een hoop te doen, maar dat geeft niet. Een minecart. Even kijken. Een minecart, een minecart, een minecart. Die heb ik hier gewoon beneden liggen. Dus dan zijn we compleet. Dan kunnen we die eerste villetje pakken. En dit is dan de ultieme test. Hé, hey, er liggen nog gewoon drie vlees. Lekker jongen. Heerlijk. Heb ik hier ook nodig? Nee, dat niet. Hier hebben we de minecart. Perfect. En de redstone. Yes. Ik zie nog een pickaxe daar liggen. gouden. Maar dat maakt niet uit. Het is een trophy die we hebben gevonden. Gewoon oké. Okay. Die bewaren gewoon. Dat is te cool voor woorden. Die kerel die laten we gewoon hier naar beneden batsen. En dan komt hij hier zo aan. En dan denk ik wel dat hij genoeg vaart heeft om hem hier gewoon in één keer door te laten knallen. Komt hij hier zo in. Nou, dan hebben we hier natuurlijk gewoon alles picobello voor elkaar. Oké. Okay. Even dit... Tuurlijk, ja, geen probleem. Dat hebben we gedaan. Ik hoop echt dat de keel hier niet doorheen kan. Anders moeten we een slap neerzetten. Maar ik heb er vertrouwen in. Volgens mij was dat het. Oké, okay, dan rennen we hier naartoe. Zetten we de minecart. hier neer. Ja. En dan ga ik hem verlossen uit zijn boot. Yo, man! Hoe is het? Alfredo. Ja, gaat goed. Nou, mooi. Oh, kak. Nee. Kijk, hij wil meteen hierheen. Hij ziet die uitgang. Hij denkt, die ga ik heen. Maar hij kan gewoon hierheen lopen. Hè? Yo, Alfredo! Get in. Yes! Nice, Alfredo. Hoppa! Nou we hebben we nummer één. Die gaat er naartoe. Kunnen we meteen de ultieme test doen. Of het uh, huh, veilig is. Uh, we moeten ook even kijken. Als iemand hier gaat slapen. Ja. Nou, dan moeten we even kijken. Dit ziet goed uit. Dus deze kerel hebben we. Ik ga het gewoon slopen en we moeten eigenlijk even meteen wat aardappelen geven. Volgens mij kan die hier niet doorheen, oké? Okay? Zo. Hij gaat hier meteen boer worden. Kijk, dus dit is goed. Dit hebben we allemaal goed getimed. Hij kan als het goed is hier niet heen. Hoe kon ik hier overheen lopen? Oké, okay. als die kleine mannetjes het maar niet kunnen, vind ik het goed. Um, aardappelen, aardappelen, aardappelen. Jij hebben we helemaal niet meer. Waar heb ik mijn aardappelen neergelegd? Help, maar aardappelen kwiet! Ik ben mijn aardappelsquet. Oh, oh, hier binnen ze. Ja, daar binnen mijn potatoes. Lekker jongen. Kijk eens van. Ik wil meteen dat hij lekker door kan boeren al. Want dan kan hij het land een beetje virtual maken en zo. Yo, Kerel. Kijk eens wat ik voor je heb. Zo. Dat kan hij dan groeien en dan kan hij aan het werk gaan. Ik hoop dat dit goed is trouwens. We kunnen ook namelijk dit ding ergens aan de zijkant maken. En dan krijgen we nog gratis aardappelen uit. Maar dan moeten we het later maar eens even tunen. En dan gewoon dik tunen. Oké, okay, hier heb je nog een aardappel. Die kun je pakken. Als goed. Pak ja, die pakt hij op. Oké, okay, perfect. Nice. Nu gaat het echt even puur om de village breeden. Want wat ik al zei, aardappelen. Ja, ik vind niet zo heel fijn voedsel. Dus aan de ene kant denk ik van ja, wat moet ik er mee. Um, de minecart hebben we hier weer. Nu hebben we dus deel 2. En die doe ik gewoon eventjes hier maken. Dan maken we dit even. Zo, deze weg. En dan plaatsen we deze hier neer. Zo. En dan de rails. Die plaatsen we hier. Oké, okay, perfect. En deze hier omhoog. Jongen, jongen, stoot op mijn kop weer. Zo. Die hier weg, die hier weg. En hij wil hier natuurlijk direct naartoe. Dus dat wordt een beetje het uh, gevaar. Maar dat komt goed. Ik heb vertrouwen erin dat we dit weer tot een ultiem einde kunnen brengen. Uh, ik zet gewoon deze hier neer. Oké. Okay. Yo, village, kom op, let's go. Ga maar in je minecart. Welkom in je minecart. Duster 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 duster. Ja, kom op, go. Gast, het is daar serieus echt super vet. Kom, naar boven. Wauw, die andere kerel was zo fijn. Ja, ik heb jou een keer geslagen, bijvoorbeeld. Ja, jij bent dan boos op mij? Uh, even kijken. Kijk, kijk eens, hier ligt een boterham. Oh, die zou ik pakken, hoor. Dat is echt een hele lekkere boterham. Oké, aardappelen dan. Aardappelen vind je misschien nog veel lekkerder. Kijk eens, hier liggen een aardappel. Ja, hij gaat hem pakken nu. Kom op, klim erop. Kom maar, come on. Klim hier op. Hier is het echt super gaaf. Oké, okay, nu dan. Jo, kijk dan joh. Oké, okay, wacht. Ik haal deze rails weg. Hier, je kunt daar gewoon opklimmen, jongen. Kijk dan. Hier pak die aardappel. Pak hem, jongen. Kom op, go for it. Wat slomme duiklaar is dit. Ja, oké, okay, perfect. Nou, moet ik hem daar induwen In die minecart. Nee, de... ja, oké. Okay. Hoppa, nummer 2! kan ik dit afschuwelijk lelijk gebouw slopen zometeen. Daar ben ik al oprecht heel blij mee. Oké, okay, perfect. Nu hebben we dit gedaan. Dus, uh, ladies and gentlemen, we did very, very good. We are very, very happy with this. But now, I have to make a hole. Ja, yeah, you can make holes in Minecraft like this. En then you take it with you, because we have big jobs to do right now. And what is big job we have to do? We have to make very big potato plants. All right. Yo, jongens, what's up? Dus dit gaan we nu allemaal zo doen met onze hoop. Volgens mij kun je met een stenen ho het net redden. Gouden ho, nee, kun je niet eens één veld maken. Dus dan weet je vast, maak gewoon even een iron hootje. Heb je niet vaak meer nodig. Die gasten die slopen het zelf als het goed is niet. Dus tenzij er een zombie of iets opkomt, dan kan het gesloopt worden. Perfect. Nou, als het goed is, gaat hij een baan aannemen. Dat zou fijn zijn in ieder geval als hij dat doet. Ik zit zo helemaal vol, joh, dat meen je niet. Hier, ik heb een degevoegd. Oké, okay. here we go. Deze plaatsen weer hier. Dat ze een beetje in alle hoeken overal kunnen komen. Ik denk dat we dan nog zo'n uh, ding moeten blazen. Ik dacht dat er meerdere op één baan kunnen. Maar ik denk dat hij een bed wil of zo. Maar hij kan duidelijk hier niet doorheen. Dus ik gun hem ook even zijn tijd, gewoon, weet je wel. Weet je, het is jouw tijd nog niet, weet je. Het komt goed. Het gaat lekker. Relaxed. Komt te goed. Oké, okay, top. Dus hier valt deze naar beneden. Die valt hierin. En als ze groot worden, dan komen ze dus letterlijk hier. En dan moeten we dus echt even iets verzinnen hier: dat we ze wel opslaan. Want anders hebben we een probleem, hè. Als we deze niet opslaan, deze kerels, dan uh, gaan we eraan. Dus dit moeten we even vervangen. Maar ik maak even tijdelijk hier een uh, hokje. Want anders... Uh, u aan de sjaak. Zo, zo, zo. zo. Die weghalen, die weghalen, die weghalen. Die weghalen, zo, zo. En ik maak het even extra hoog. Voor het geval dat het fout gaat. Zo. En dan slaan we ze daarop op. moeten we eigenlijk even een minecart doorheen laten lopen. Dat kunnen we heel makkelijk doen door middel van glas. Maar moeten we even glas verbranden straks. En dan hebben we dus eigenlijk onze villager breeder. Maar ik denk dat het nog eventjes duurt. Ja, ik heb gewoon zo'n vermoeden dat het nog eventjes duurt. Want deze kerel die wil echt knijterig graag slapen. Die is echt heel verdrietig. Die denkt: joh, ik wil slapen joh. Laat me alsjeblieft slapen. Dus wat ik ga doen, ik haal even deze bedden weg. En dan hoop ik dat hij wat minder gefixeerd is op deze bedden. En dat hij gewoon een job gaat kiezen. Uh-oh. Heb ik weer. Uh, minecart weg. Die weg. Die weg. Die weg. En één weg die probeer ik per net uit de kist halen. Nee, ze komen nu allemaal hier staan. Oké, okay. nou ik heb wel vertrouwen. Ik hoor wel een zombie pikman. Volgens mij kunnen die geen kwaad, maar dat weet ik nog niet zeker. Oké, okay, die daar. En dan wil ik even de connectie hier weghalen, zodat ze hier niet weg gaan lopen. Ik ben namelijk wel bang als hier bijvoorbeeld uh, guys gaan slapen, per ongeluk, dat ze er net opkomen. Als ze hier doorheen lopen. Dat ze het net redden. Dus dan heb ik wel eens het idee: hé, hey, moet dat niet verder weg? Ja, dat weet ik niet. En misschien hebben we er dan nog eentje nodig. En dan heb ik het over een composter. Dat zou kunnen, dat er dan een tweede baan. Maar dat lijkt mij niet. Daar heb ik nog nooit over nagedacht dat dat zo zat. Ik haal even deze weg. Dan hebben we even wat van dat hout weer terug. En dan kunnen we hier de boel een beetje verbeteren en mooier maken en aankleden. Want dit ziet er allemaal niet uit. Zo. Ach, tuurlijk, hè? Ex kapot. Dat is wat ik al zeg. Als ik hier ergens mee bezig ben, dan gaat het kapot. Story of my life. Hebben we deze lelijke vent hier ook? Goedemiddag, meneer lelijke vent. Ja, joh. Ga lekker knorren, zou ik zeggen. Ga er lekker voor zitten. Oh, met de hand hakken. Dit is fantastisch. Mijn leven is compleet. Maar kipje de eentje wel weer een, een ei neergelegd. Dankjewel. Superleuk. Zo. Dan haal ik in ieder geval dit alvast even weg. Want als die gasten hier komen. Dan wil ik gewoon dat dit in ieder geval hout is. Zo. Dan kunnen we ze zien staan hier. En als er dan te veel komen, dan gaan ze dood. Hebben we ook geen lek. Dus dat is top. Yes, er. Hé, hey, die heb ik nodig. Nou, dan ga ik even een uh, action maken. Als het goed is, heb ik hier nog genoeg uh, voor een axe. Ja, ik zit echt helemaal vol zooi ook, joh. Ik heb zoveel troep en benden. Iron gaat er ook hard doorheen, dus ik kan binnenkort ook weer de mine induiken. Super leuk. Altijd zin in om er die mine weer in te zitten. Ja, man, man, man. Kijk, die kan weg. Ik denk dat deze niet weg kan dan, want dan vallen ze hier naar beneden. Deze kan weg. Ik probeer zoveel mogelijk even te besparen op dit moment. Qua hout, dan kunnen we dat later allemaal weer opnieuw inzetten. Ik denk dat dit wel een goed systeem is nu die we hier klaar hebben. Alleen ik dacht, ah, ik weet het al, hij is gefixeerd op deze. Ja, dat is het, denk ik. Uh, wat kan ik droppen wat ik niet nodig heb? Dat ei. Zo. Ik denk dat hij nu de job wel kiest. Ik denk dat dat het probleem was. Het wordt nu nacht, dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze nu naar die bedden toe gaan kijken. Laten we even snel een check dubbel check doen. Ja, ze zitten echt naar die bedden te kijken, hè. Moeten ze dan dat bed in kunnen of niet? Dat is een beetje de vraag. Ik zie nog dat iemand een hekje ertussen heeft zitten. Dus uh, ik denk dat we dit nog niet helemaal perfect compleet hebben. Ja, kom op. Zoek een baan. Zoek een baan. Kom op, jongen. Je kan het. Oh, man. Dat meen je niet. Ze zijn eigenwijs vandaag, jongens. Ze zijn eigenwijs vandaag. Oh, kijk. Deze moet ik hier niet hebben. Nee, die workstation moet weg. Huh? Ik wil eigenlijk even hier een workstation neerzetten tijdelijk. Zodat hij kan zeggen, ik pak deze baan. En als ik die dan weg... Ja, oké. Okay, perfect. Dan haal ik die weg. Appatee. En die hoven we. Ho, ho. Ja, die houden we. En dan zetten we deze... Kijk eens even aan. Die aardappel groeit dan wat sneller. Ik heb hier nog wat aardappelen bij me. Klopt dat? Mm, ik ben aardappelblind. Dus ik denk niet dat ik een aardappel kan vinden op dit moment. Ik denk dat ik ze allemaal heb geplant. Oké, okay, ik heb ze allemaal geplant. Ik ga hier nu niet in. Eén belangrijk dingetje was ik eventjes nog vergeten. En dat is toortjes. En nu denk jij. Oh, toortjes. Ja, ja, ja. Middelpuntje pak je. En dan sla je even alles over hier. En dan pak je elke keer een middelpunt. Sla je weer eentje over. En dan daar zo. Kijk eens even aan. Waarom je dit doet? Nou, dan komt hij licht en dan groeit in de nacht de aardappeltjes door. Nou, dat is best wel makkelijk als je aardappelen in de nacht ook doorgroeit, want daar heb je wat aan. En wat we eigenlijk moeten doen is nu glas verbranden en dan hier een glazen dak op gooien. Maar ik heb nog geen glas, dus dat gaan we straks doen. Kom later. Maar dit is dus een beetje het hele idee wat we hebben nu gemaakt. Als het goed is, werkt dit. Hij heeft nu weer geen job. Dus op een of andere manier heeft hij dus echt gewoon zo'n ding nodig. Dat vind ik wel jammer. Of er is nog ergens anders een composter? Nee, volgens mij niet. Ik heb ze allebei gepakt, degene die wij hadden. Dat is wel apart. Dat heb ik niet eerder meegemaakt, dat dat gebeurt. Hij is nu ook helemaal gefixeerd op iets. Ik weet niet op wat. We hebben hier nog een veld. Misschien wil hij daar naartoe lopen. Zou dat kunnen? Heb ik nog ergens anders een ander iets staan waar hij naartoe ging? Want we hadden hier twee composten staan. Nou ja, daar heb ik nu alleen een ei liggen. Maar geen composten verder. Dus deze composter moet gewoon de job doen. Hmm. heb je nog ergens een bed staan die een zien? Ik weet het niet. Dit is altijd puzzelen met zulke dingen. Nou ah ja, als hij maar binnenkort zijn werk doet, is het goed. Maar als hij geen werk doet, dan vind ik het eigenlijk niet zo leuk. Dan word ik daar een beetje, een beetje flauw van. Daar zijn we niet van gediend, hè? Kerel. Kan ik daarbij? Nee. Oké, okay, dan pak ik even één deur zo. Weet je wat ik gewoon doe? Why not? Als hij zo een job kiest, prima. Dan doen we het wel zo. Als dit zijn werk gaat doen, dan zal het wel uh, goed komen. Um, oh, nee, nee, nee. Ze willen nu. Nee, nee, nee. Dat. Meen je weer niet. Dan gaat hij dat kapot lopen trappen. Oké, wacht. Ik heb een slap. Ik heb een slap. Ik heb een slap. Echt, kerel, ga aan de kant. Kerel, ga nou eens aan de kant. Echt. Moet ik moet kijken wat ze aan het doen zijn, man. Ze zijn gek geworden. Ga eens weg. Ga eens weg. Nee, joh. Dat meen je weer niet. Jongens, jongens, jongens. Waarom kan ik hier nou niet gewoon wat bovenop plaatsen, een slab? Omdat die daar zit, ja. Nou, nu willen ze alleen maar naar bovenop springen, hè. Zijn ze helemaal op gefixeerd. Oké, okay, dan hak ik dat ding weer weg. Zo. Ja, nu heeft hij geen baan meer. En ik heb geen composter meer. Ai, 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 dat meen je niet. Oké. Okay. Allereerst, jongens. Ik vind het erg jammer dat jullie zo gek aan het doen zijn. En dat jullie per se zo'n ding willen hebben, weet je wel. Vind ik, vind ik gewoon een beetje jammer. Maar goed, ik, ik, ik zal aardig zijn en blijven vandaag. Ik ben in een goede bui. Ik gun jullie hier deze. En dan ga ik deze weghalen hier. Oh nee, maar oh my, oh my, Cory Oh my Colibri. Oké. Okay. Oké, okay, oh my Colibri. Ja, oké, okay, dit gaat goed. Zo, zo. En dan doe ik die zo. En dan kun jij weer helemaal blij zijn. Dan hebben we een gekke compost. Het, het, het is oké. Okay. Laten we eerst maar eens kijken of dit gewoon werkt. Voordat ik uh, helemaal depressief ga worden nu. Jullie kunnen het, jongens. Als ze maar genoeg aardappelen aan elkaar geven. Dan, als het goed is, worden ze blij. Gaan ze kinderen maken. En uh, als je daar wat bovenop die compost plaatst. Dan zouden ze erin niet in mogen gooien. Dus gooi ze het tegenaan, valt op de grond. Gaan ze het eten en worden ze zelf heel blij. Dus dit, dit gaat goed komen. We hebben hem. Uh, redelijk af. Oké, okay? ik noem het gewoon redelijk af. Uh, willen we hier nog een beschermlaag overheen plaatsen? Ik denk dat dat wel slim is. Dat er geen zombie of wat dan ook in de toekomst bij kan. Want dat is echt iets wat je niet wil. Je wil hier geen zombies in hebben. Uh, ik ga wel even een toers plaatsen daar. Perfect. Zo. En dan hebben we nog wat hout nodig in de toekomst. Gaat helemaal goed komen. Zo. Dit is al safe nou. En even een toortje hierop plaatsen. Een toortje daarop plaatsen. En een toortje daar. Ik, het moet veilig zijn. Echt, als dit fout gaat, jongen, dan zijn we gewoon compleet de shark. Dit moet gewoon helemaal perfect verlicht zijn. Dit is in ieder geval ons Village Breeder. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik ga er gewoon eens even weer laten groeien. Allemaal Het duurt namelijk heel lang voordat dat een keer weer aan de gang gaat. En dan denk ik dat we binnenkort gewoon een voldoende villages hebben. En dan kunnen we beginnen met. The real deal. Oh yeah. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie snel omhoog bij de volgende aflevering. Tot snel. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Jojo. yo.